Het is donker in de mijnen. Donker en vochtig. Vochtig en koud. Dan ziet Griff vanuit zijn ooghoek een flauw lichtje branden. Aarzelend lopen de vrienden erop af. Een griezelig snikken wordt steeds luider en stopt dan abrupt. Drie kinderstemmen fluisteren een naam. De naam van hun oom Billy. Meteen gaat het licht aan en is daar Benjamin, de vader van het kleine drietal. Benjamin had zich met zijn kinderen verscholen voor de goblins, maar vertelt dat hij ze ook een mooie streek had geleverd. Trots trekt hij een veer tevoorschijn. Zodra Griff de veer krijgt, maakt hij een sprong van blijdschap. Hij heeft de kracht in zijn poten weer terug. Vol goede moed verlaten de drie de mijn. Isidore lijkt dichterbij dan ooit.